Hoi, leuk dat jullie weer kijken. Toen ik vanmorgen met de bezig was om de vlog op te nemen, aan mijn tafel kwam ik bij de boekenkast en dan kwam ik het boek tegen Voorbij de economische crisis van Guido Thijs. Ik ben gaan lezen en ik zal een paar dingen met je doornemen. Ik lees een stukje voor uit het boek van Guido Thijs, uit de samenvatting. Willen we de actuele malaise te boven komen, dan zullen we met ons allen de armen uit de mouw moeten steken. Wat we daarbij nodig hebben is nieuwe denkrichtingen, nieuwe paradigma's en doorbraakinnovaties. Af en toe oude plateaus de deur uitwerken is immers geen schande. Klassieke maatregelen helpen namelijk niet en het duurt allemaal te lang. Als het zo is dat de 1,5 meter economie nog wel tot eind volgend jaar voortduurt, dat we afstand moeten houden. 1,5 meter is eigenlijk de standaard. En ik hoorde vanmorgen al op de radio al dat evenementen, grote evenementen, tot 1 september niet kunnen doorgaan. Of is het bedoeld dat we tot 1 september kunnen nadenken hoe we die grote evenementen met 1,5 meter afstand toch kunnen gaan uitvoeren? En vorige week vroeg al, wat betekent het in jouw bedrijf? Misschien ben je er inmiddels al op ingericht. Misschien mag je aankomende maandag of die week daarna, mag je misschien weer open. Ik hoop voor je als ondernemer dat je zoekt naar nieuwe richtingen. Dat je innovatief wordt. Want 1,5 meter, dat zal de poos nog wel blijven. En wat ik hoop is dat jouw bedrijf ook blijft. Dat je kunt blijven bestaan. Dus help elkaar, wees innovatief. Help elkaar aan ideeën hoe iets wel kan. Hashtag doen wat kan, halen we weer van stal. Ik gun jou dat je met je bedrijf gewoon door kunt. En dat je kunt blijven bestaan. 1,5 meter. Innovatie. En we doen het samen. Ik zou zeggen, hou vol. Houd afstand. En blijf alsjeblieft gezond. Tot volgende week. Hoi.